De grote uitdagingen en achterstanden op het gebied van diagnostiek van HIV en AIDS met de daarvoor bestemde testen worden langzaam ingelopen. Minister Amara Madin zegt dat de achterstand in bestellingen van de HIV-testen ook tot het verleden zal gaan behoren, doordat er middelen zijn vrijgemaakt. Zo meteen is het 1 december is het Wereld AIDS-dag. Daar gaan we ook wat aandacht aan besteden op die dag. De behandelaren die zijn bezig met de behandeling van cliënten. Maar uiteraard, post-COVID hebben we ook gezien in de wereld dat tijdens de COVID-pandemie en daarna ook een stijging is geweest regionaal en wereldwijd van AIDS-infecties. Dus daar moeten we natuurlijk op bedacht zijn. Maar anno 2023 is de behandeling zo effectief en goed dat als je therapie trouw bent, dat je in principe niet zo hoeft te overlijden aan AIDS. Volgens de minister moet er nu gericht beleid worden losgelaten op de preventie van HIV en AIDS. De bewindsman zegt nog niet te kunnen oordelen hoe Suriname zal reageren op de kuur die wereldwijd gebruikt wordt om te voorkomen dat je besmet raakt met HIV na onbeschermde seks. Er is ook een ontwikkeling in de wereld. Ik weet niet hoe Suriname daarop gaat reageren. Zoals u weet, het PrEP-middel. Dat is PrEP is eigenlijk pre-exposure prophylaxis. Waarbij mensen voordat zij bijvoorbeeld onbeschermde omgang zullen hebben, dat zij dus ook een kuur kunnen innemen. Dat is een trend die in de wereld ook door de WHO wordt gestimuleerd. Ook het Stichting Lobby zit in een programma waarbij wij vanuit het ministerie heel kritisch naar kijken. Want zoals u weet heb je die PEP. En die PEP is post-exposure prophylaxis. Dat gebeurt nu al. Als iemand met iemand omgang heeft gehad die HIV, mogelijk HIV besmet is, zou je een PEP-kuur kunnen gebruiken. Maar nu hebben we dus ook PrEP-kuur, dat is dus pre-exposure prophylaxis. En daarvoor kan je dus ook, zijn er goede studies. Consequentie kan zijn, of risico kan zijn, dat mensen een beetje onveiliger gaan leven. Toch? Ja. Dus men gaat denken van er bestaat toch een middel, dan ga ik geen condoom meer gebruiken. Ik ga maar losbandig leven, maar het zijn. Er is een goede bewustwording nodig, dat die samenleving begrijpt in welke gevallen je dat kan gebruiken. De kuur zal niet overal te koop zijn, maar zal onder streng toezicht aan de man gebracht worden. Deze preventieve middelen komen goed uit omdat het de kans op HIV en AIDS-besmettingen voorkomt, besluit Ramadin.